Hallo allemaal en welkom terug op mijn kanaal. Eindelijk is het zover, het tweede deel van de Tour de la Namur. Mocht je het eerste deel nou nog niet gezien hebben, rechtsbovenin kan je op het infokaartje klikken en de video nog eens bekijken. En voor degenen die daar geen zin in hebben en het toch nog even snel willen weten, hier een korte terugblik. De eerste rit in lijn gewonnen door Toon van den Bos. Hij was de snelste in de kopgroep van 8 man in de etappe naar Bièvre. Frank op een knappe 7e plaats. En hij was de enige die ook weer mee zat in de tweede rit. Hier zien we de aankomst van die etappe, gewonnen door Warren van Geluwe. Dit is dan het algemene klassement wat uit die twee etappes volgt. Warren van Geluwe is leider, komt allemaal door het spel der bonificaties. Frank op een hele knappe 2e plaats op slechts 1 seconde. En achter hem hijgen onder andere Geel Gelders en Jago Willems van Wallonie-Bruxelles in zijn nek. We kijken inmiddels naar beelden uit de derde etappe. De etappe die ons van Lef naar Valcourt brengt. 3 keer zit de Côte de la Nef in het parcours opgenomen. Die is slechts 400 meter lang en dus is dat niet echt het zwaartepunt van vandaag. De wind is namelijk behoorlijk aangewakkerd en dus bestaat er een kans op waaiers. Dat betekent in ieder geval dat er geen kopgroep van de dag is. Frank wordt hier naar voren gebracht door ploeggenoot Ruben Buitendijk. En die ziet hier op links een heel eigenaardig moment. Een valpartij van witte trui Geel Gelders. En die neemt ploeggenoot van Houtegem zo mee. Ja, het is natuurlijk een cliché dat je altijd op je hoede moet zijn in zo'n meerdaagse wedstrijd. Maar dat wordt hier andermaal bewezen. Het spel is nu echt op de wagen. Zojuist reden 21 renners weg uit het peloton. Jago Willems zat daar onder andere bij en zette zo de gele trui en ook Frank van den Broek onder druk. Soenens reageerde gelukkig, dichtte dat gat, verspilde wel veel energie. En inmiddels gaat het tempo gewoon zo door. Ze blijven hard koersen. Het peloton inmiddels in 3 delen gesplitst. Alle grote namen zitten verder mee. Het is een waar spektakelstuk, deze derde etappe. Overal waar je kijkt vallen renners aan. Het is voor mij eigenlijk onmogelijk om hier een samenvatting van te maken. Ja, voor de neutrale kijker is het natuurlijk leuk, maar voor Warren van Geluwe is het allemaal wat minder. Hij moet reageren, nog eens reageren en uiteindelijk is het plafonneren voor de man van Soenens. Hij verliest minuten vandaag en dus ook zijn gele trui. We houden een groepje van zo'n 35 man over die de finale ingaan. En links onderin zie je wie uit de top 10 daar allemaal nog bij zitten. Voor Frank is het een kwestie van goed Jago Willems en Geel Gelders in de gaten houden. Zij kunnen met bonificatieseconden zijn virtuele gele trui over gaan nemen. Nog 6 kilometer te gaan. We zitten in volle finale als Frank het gat op Geel Gelders moet dichten. En dan besluit de Wattage Bazooka zelf maar eens voor de aanval te kiezen. Jago Willems dicht het gat, vraagt om overname, kijkt dan nog eens om en probeert dan zelf een poging te doen om de gele trui te pakken. Aanval afgeslagen, maar het speelkwartier is zeker nog niet voorbij. We zien hier Pim Ronnaar en Lennart Belmans wegrijden. Niet gevaarlijk voor het klassement, maar deze Jago Willems natuurlijk wel. En dit is echt een cruciaal moment in de koers. Een mooi gat voor 3 sterke renners van Continental Teams. Frank moet hier echt alles op alles zetten om dit dicht te rijden. We'll be right back.
Nog zo'n 3 kilometer te gaan. En Frank, ja, die voelt zich heel erg goed hoor. Hier op links weer wat aanvallen. En dan is het een kwestie van goed meerijden en op het juiste moment toeslaan. Ja, dit is geweldig om te zien. De Wattage Bazooka heeft een fantastische dag en doet nogmaals een poging om solo hier aan te komen. Het lukt helaas niet. Het wordt een massasprint in Valcour die wel een klein beetje heuvel op gaat. Hier krijgen we de eindsprint en dit doet Frank van der Broek heel erg goed. Hij zit goed van voren en gaat meedoen om de knikkers. Thijs Aarts vliegt er vandoor daar op links. We zien ook Michiel Hille en onder andere ook Jente Michels voor Alpecin. Allemaal niet echt gevaarlijk voor het algemene klassement. Frank moet de Bingles achter zich houden en dan gaat hij hier in ieder geval de gele trui pakken. En ja hoor, dat gaat lukken. Frank eindigt hier als 6e in Valcour en dat is genoeg om de gele trui over te nemen van Wadde van Geluwe. Kijken we nog even naar de volledige daguitslag. Hier in de verte zie je hem juichen, Thijs Aarts. Hij is de winnaar van deze rit. De tweede plaats gaat naar Tom Portsmouth. De derde plek is voor Michiel Hillen. Wadde van Geluwe vinden we terug op een 90ste plaats op meer dan 4 minuten van de winnaar van de dag. Welkom. Allez, applaudissement voor Frank van den Broek. Le maillot jaune, le troisième maillot. De naam Frank van den Broeke galmt eindelijk weer eens door de Vlaamse geluidsboxen. Of dat over 2 dagen nog het geval is, valt nog maar te bezien. We zien Jago Willems en Geel Gelders heel kort in het klassement. En ook Marvin Tassin en Sieben de Valkeneer hebben nog alle kans op eindwinst. Ze zijn nog bezig. Hoe is het, Frank? Goed. Heb je er zin in? Yes. Heel goed. Succes. L'avenir. Dat is nog steeds te groot, hè? Ja. We zullen straks om een XS'je vragen. Meer eten. Ik nee. Volgens mij hadden ze geen XS, want ik zei tegen Sjoerd te vragen of ze XS hebben. Oké. Okay. Monsieur Dambois qui reçoit de... En zo vertrekken we voor de ene laatste etappe die ons van Chimay naar Douarche brengt. Ja, op papier is dit misschien wel de makkelijkste van de 5. Een massasprint is waarschijnlijk. Voor Jeg is het belangrijk om een kopgroepje weg te laten rijden dat niet van belang is voor het klassement. Bingle heeft namelijk in verschillende interviews aangegeven dat zij vinden dat zij de grote favoriet zijn. Dan moeten zij dus vanzelf wel gaan rijden. En ja, als die kopgroep natuurlijk stand houdt, is het helemaal lekker. Want dan zijn de bonificatieseconden in ieder geval weg. Er gebeuren al een aantal noemenswaardige dingen in het begin van de koers. Zo is er een valpartij en wel van Jago Willems. Dat is natuurlijk niet al te best. De man van Bingle kan zijn weg wel vervolgen, maar zegt wel last te hebben van zijn hoofd. Verder is de verwachte kopgroep weggereden. 5 man hebben voor de aanval gekozen. Onder andere Wadde van Geluwe. Dat is knap, dan heb je veerkracht. Hij is ook nog eens de best geplaatste renner in het klassement op iets meer dan 4 minuten. Nog zo'n 70 kilometer te gaan. We passeren de Côte de Treille als er 3 renners van Alpecin Development bij zijn gaan liggen. Jente Michels, Mees Hendricks en Lennart Belmans die bergop vallen. Ja, het is een vrij eigenaardig beeld. Frank wordt er een klein beetje door opgehouden, maar kan eigenlijk zonder moeite terugrijden naar het peloton. Het peloton dat trouwens zo'n 5 minuten achterstand had. Het virtuele geel was dus van Wadde van Geluwe. Maar inmiddels is de voorsprong weer zo'n 3 minuten en dus lijkt Frank het geel te kunnen houden.
Hier rechts in beeld een aanval van Jaro Willems. En dan zijn alle ogen letterlijk gericht op de gele trui. Frank van den Broek moet zelf het gat gaan dichten. En als dat dan eenmaal gelukt is, dan weet je dat je gecounterd wordt. Daar gaat Geel Gelders. De Bengals doen dit eigenlijk heel erg goed. Maar het parcours is er niet echt naar om Frank heel erg onder druk te zetten. Frank lijkt als leider de laatste dag in te gaan. Maar er liggen natuurlijk wel nog bonificatieseconden op de meet. Over de slotkilometer zijn we eigenlijk vrij snel uitgesproken. Geen beelden van buitenaf. En Frank, ja, die kan gewoon rustig over de meet bollen als 34ste in dezelfde tijd als de winnaar. Een keurige dag dus voor de wattagebezoeker. Want als we naar de uitslag van vandaag kijken, dan zien we dat Warren van Genuwen de etappe heeft gewonnen vanuit de kopgroep. Een hele knappe overwinning, zeker na het verliezen van de gele trui in de derde etappe. De tweede plaats gaat naar de Dekker. Van de Pitten wordt derde. Dat zijn allemaal mannen die niet meedoen voor het algemene klassement. En dat betekent dat dat klassement er nog exact hetzelfde uitziet als voor deze vierde etappe. Frank van den Broek gaat aan de leiding en moet heel erg op gaan letten in de slotetappe op Gelders en Willems. We gaan naar de Citadel van Namen en bonificatiesecondes kunnen genoeg zijn voor deze mannen om de eindwinst over te nemen. Vond je deze video nou leuk? Laat dan nog eventjes een duimpje achter. Een reactie in de comments wordt ook altijd gewaardeerd. En ik hoop over precies 2 weken terug te zijn met de 5e en laatste etappe in deze Tour de la Provence de Namur. Dan gaan we er dus achter komen of Frank van den Broek eindwinnaar wordt. Tot dan, joejoe!